Ich bin ein Berliner. Zoals je ziet, zit ik met mijn hoofd in de wolken. En dat is natuurlijk niet zomaar, want wij zijn beelddenkers. Ja, ja, want vandaag hier op het Logiplay Event is de G-Cloud Handheld aangekondigd. De G-Cloud Handheld, dat is een device in samenwerking van Logitech met Tencent, waarbij je draadloos, via wifi, via mogelijk ook 5G, we gaan het allemaal checken, Xbox Game Pass, X-Cloud naar je device kan streamen, GeForce Now is officieel partner hiervan en nog vele, vele andere streaming services op een Android device die wellicht mogelijk meer in petto voor ons heeft. Wij gaan het hier checken op dit event. Laten we gaan zitten, misschien komen we zo zelf aan de beurt. Kijk je in je mooie blauwe ogen, zitten samen op de boulevard. Oké, nee, wat ik wilde gaan zeggen is dat ik vind het best wel dapper dat we hier op dit moment deze draadloze handheld devices gaan checken. Die natuurlijk game streaming moeten gaan ondersteunen. Wat is nou ontzettend belangrijk bij game streaming? 1. Je wilt totaal geen lag, super lage latency en natuurlijk ook zo min mogelijk interference. Nou, kijk even om je heen. Er zitten hier, nou, ik denk een stuk of 15, 20 mensen met deze G-Cloud handheld aan het spelen. Maar er zijn natuurlijk al heel veel devices bij elkaar. Maar besef dat ook iedereen natuurlijk al een telefoon in zijn zak heeft. Waarschijnlijk ook nog een laptop in zijn rugtas heeft. Allemaal verbonden met de wifi hier. Want we hebben gelijk op het begin hebben we ook een code gekregen voor de wifi. Dat hebben we hier natuurlijk ook nodig, diep hier in de pand. En we gaan kijken of de G-Cloud handheld het hier gaat redden. Want om heel eerlijk te zijn, alle eerdere cloud sessies die we eerder hebben gedaan, bijvoorbeeld op de E3, en dan heb ik het niet over op de beursvloer, maar bijvoorbeeld bij Microsoft, daar mochten we xCloud checken op telefoons. Die telefoons werden bekabeld aan ons afgegeven. Bekabeld. Dus dat wil zeggen gewoon echt een ethernetkabel in de telefoon via een dongle. En zelfs dat was niet vlekkeloos. We gaan kijken of de Logitech G-Cloud het beter gaat doen. Ik moet wel zeggen, de thumbstick placement van de rechter thumbstick, ze zijn zeg maar diagonaal van elkaar, zoals de Xbox dat bijvoorbeeld ook heeft, voelt een beetje crampy. Ik moet echt behoorlijk mijn duim buigen om daar op te rusten. We gaan kijken of het gameplay in de weg staat. Ik speel hier uiteraard Halo Infinite. Ik heb hem hier in mijn hand, de Logitech G-Cloud. Dus in samenwerking met Tencent heeft Logitech deze handheld op in het leven geroepen. En ik heb hier een eerste speelsessie achter de rug. Maar laten we eerst even beginnen over de hardware. Je ziet het, het is best wel een big boy. Het is een grote jongen met een 7-inch LCD-scherm. Een 1080p 60Hz LCD-scherm. 1080p, dat is zeker voor 7-inch, is dat zeker zeer goed te doen. Zeker wanneer je ook erover nadenkt dat dit een streaming device is. Vergelijk je bijvoorbeeld heel even met de Steam Deck. Dat is 1280 bij 800. Volgens mij is de Nintendo Switch hetzelfde. Of misschien zelfs iets lager, 720p. Dan weet je gewoon, voor een handheld device, 1080p is meer dan genoeg. Ook moeten we het heel even hebben over de button placement en de thumbsticks. Je ziet het, het heeft een diagonale placing van de thumbsticks. Een beetje vergelijkbaar met de manier waarop Xbox dat doet. En het zijn goede thumbsticks voor een handheld. Alleen niet zo goed bijvoorbeeld als de Steam Deck. Een van de dingen wat ik wel merk is aan de rechterkant, als ik hem zo vasthoud. En nu moet ik heel moeilijk dit gaan doen. Dankjewel, Joey. Is wanneer ik hem zo vast heb, je ziet het misschien al een beetje aan de houding van mijn duim. Ja, dat is een beetje krampachtig en dat werkt gewoon niet zo heel erg lekker. En het kan er misschien voor zorgen dat je tijdens langere game sessies, zeker wanneer je grote handen hebt, net zoals ik, dat je misschien wat last van kramp gaat krijgen. Verder zien we hier bovenop shoulder buttons, 4 in totaal. Deze achterste gaan niet zo ver terug als bijvoorbeeld een Steam Deck, maar bijvoorbeeld wel meer als een Nintendo Switch.
De L1 en de R1 buttons die zijn gewoon bijzonder clicky. Maar dan moeten we het even hebben over de software. Want dit is gewoon een Android device. Dit is een Android device geoptimaliseerd voor gaming. Dat wil zeggen geoptimaliseerd voor low latency. Snelle wifi zit er bijvoorbeeld in. Uiteraard, nou, je ziet het al, er zit natuurlijk een hele omhulsel heen met de controller ingebouwd. Maar, en dat zei ik al eigenlijk al vooraf we dit gingen testen, is dat ik het bijzonder dapper vond dat Logitech de G-Cloud hier ging testen. Draadloos, dus niet verbonden met een internetkabeltje. Op een plek waarbij er heel veel mensen natuurlijk met de telefoons, tablets, laptops lopen. Hierachter wordt nog een live show gegeven waar ook veel draadloze dingen gebeuren. En natuurlijk, er liggen hier een stuk of 20 van deze G-Clouds. Ik merk al gelijk tijdens het spelen, de verbinding is niet optimaal. En hoe uit dat zich, nou, enorme lag spikes, af en toe reageert hij gewoon helemaal niet. Af en toe lijkt het net alsof er een knop blijft hangen. Dat zorgt ervoor dat zo'n spelervaring toch een beetje onmogelijk wordt gemaakt. En dat vind ik vervelend. Want ik wil hiermee eigenlijk niet de G-Cloud op afrekenen. Want heel eerlijk, dit zijn niet de omstandigheden waarin je in zo'n G-Cloud, op zo'n G-Cloud device gaat spelen. Dat doe je misschien thuis, op de bank, waar je gewoon goede stabiele wifi hebt. Waar niet 100 man tegelijkertijd gebruik maken van dezelfde wifi. Maar anderzijds vraag ik me af, voor wie is dit? En op welk moment? Want hou er rekening mee. Thuis werkt het prima. Maar waarom zou je dit thuis gebruiken? Ja, wellicht als de tv bezet is. Maar bijvoorbeeld voor mij is dat absoluut geen issue. En ik kan me voorstellen dat voor velen van jullie thuis dat ook niet is. Dan blijft er bar weinig over. Want tuurlijk, je kan hem in het openbaar vervoer gebruiken. Maar dan moet je weer gebruik maken van de 4G en 5G netwerk. En ja, dat is gewoon op dit moment niet zo snel, niet zo stabiel. Het heeft een hele hoge ping. Niet optimaal om het te gebruiken voor game streaming. Nou, waar wel? Vakantie? Sure. Dit wil je meenemen op vakantie. Kan je gewoon lekker je console en je PC-games op vakantie spelen. Maar ja, heb je stabiele wifi op je vakantie? Ik heb het nog nooit eerder meegemaakt. Op je hotelkamer heb je daar stabiele wifi? Ik heb het nog niet meegemaakt. Ik moet het nog meemaken. Maar ja, dat zijn toch allemaal haken en ogen. Waarbij je toch wel grote vraagtekens begint te zetten voor wie dit device nu is. Verder, er zit natuurlijk Android op. Waardoor je het ook gewoon kan gebruiken als een Android tablet. Daardoor kan je ook gewoon native Android games draaien. Maar nu staat de Android marketplace niet heel erg bekend om ja, de kwaliteit aan games die daarop beschikbaar zijn. Het begint meer te worden, maar het is er nog niet. En dan begin ik toch wel ja, een hard hoofd hierin te krijgen. En dat doe ik niet vervelend. Om vervelend te doen, want de hardware is uitstekend. En ik denk het idee erachter op zich ook nog wel, want ik denk dat dit uiteindelijk de toekomst gaat worden. De batterijduur is bijvoorbeeld 12 uur. Dat is insane, insane voor een handheld gaming device. Vergelijk dat heel even met de Steam Deck, die wellicht 4-5 uurtjes volhoudt. Je Nintendo Switch onder gunstige omstandigheden, ook 4-5 uurtjes. Dit gaat 12 mee. Nou, dat heeft er gewoon alles mee te maken dat hij natuurlijk niet onboard hoeft te renderen. En ik begrijp dat Logitech een voet tussen de deur wil hebben. Er zijn meerdere partijen die natuurlijk hierop inspringen. De Nintendo Switch die voor een hybride vormfactor gaat. Steam Deck die gaat voor native rendering. En Logitech gaat op dit moment voor streaming. Ik geloof absoluut dat dit de toekomst is. Maar de toekomst is niet nu. En dus moeten we denk ik nog heel even wachten totdat dit echt een must-have device is. De toekomst is niet nu. Het is fucking diep. Maar wel waar.